Ik heet Guy Macaree, ik woon in Blokker. Ik ben de trotse eigenaar van een Morris Minor type Traveller. En mijn naam is Nettie van Ulstein, ik ben zijn partner. En mijn auto is een serie 2 Morris Minor uit 1956. Ik ben jaren geleden heel veel meegeweest met vrienden naar oldtimer shows in Engeland. Daar zag ik voor het eerst de Morris Minor. Ik werd er verliefd op en in 1991 was ik zo gelukkig om er een te kunnen kopen in Engeland. En daar ben ik mee naar huis gekomen. En anderhalf jaar geleden heeft Egy er ook een gekocht. Dus we hebben nu 2 van die malle autootjes hier staan. Ik ben lid van de club Begin Beno Evenementen en raakte zo ook gepassioneerd voor het voertuig. Mijn Morris is van 1956. Het is een serie 2, dat kan je zien aan het spijltje in de ruit. Het is een saloon, deluxe. Er zit zelfs een kachel in, wat niet gebruikelijk was in die tijd. Het is een 800cc motortje, 4 cilinder, 26 pk. En hij gaat wind mee, topsnelheid 95. Wind tegen gaat hij niet zo hard. Ik heb hem in een hele goede staat gekocht al. Er is bijna niets aan gedaan. De motor is iets opgeknapt. Hij is overgespoten, dat wel. Maar voor de rest is er niets aan veranderd. Dus hij is in bijna originele staat. Het onderhoud valt reuze mee. Het is starten lopen. Olielekken, wat je altijd hoort, is ook niet aan de orde. Voor deze auto wordt het moeilijk om aan onderdelen te komen, omdat dit een ouder type is. Voor de nieuwere types, zoals de groene, is het veel makkelijker. Er is nog voldoende te krijgen. Deze auto is van 1967 en het type is de Traveller, zogenaamde Woody, waar een hout aan zit. Motorvermogen is 47 pk, bijna dubbel als van Nettie. De top is 130, een stuk meer dus van de zwarte. En de motor die protesteert dan echt ook niet, die kan dat aan. Toen ik de auto kocht was hij in de staat zoals hij nu is. Tenminste visueel, want ik heb hem deelbaar laten maken wat kostbaarder is. Maar ik vind die knobbel aan de achterkant niet leuk. En onder de motorkap heb ik iets gewijzigd en dat is een loodvrije kop. En verder heb ik er eigenlijk niets aan gedaan. De auto vereist niet meer aandacht door het hout. Het enige wat je er wel voor moet hebben is hij moet binnen slapen. Je kunt dat niet oplossen met lakken. Hij moet gewoon onderdak. Voordat de motor helemaal opnieuw nagekeken was, zijn we door schade en schande goede vrienden geworden bij diverse mensen van de wegenwacht. Omdat hij er toen op diverse ongeregelde tijden mee ophield en dan stond je weer langs de kant van de weg. We zijn ook wel eens met 4 of 5 paar panties van Schiphol naar huis gereden. Toen de veesnaar gebroken was. En daar doet hij het ook een eindje op. Ik rij hier in de buurt bij de Blokkerse Oldtimers Club, waar we allebei lid van zijn, ritjes mee. We doen mee aan shows. We zijn een aantal keren met deze naar Engeland geweest, waar we op shows beoordeeld werden over de staat van de auto. En daar is gebleken dat die concoursstaat is. Het is gewoon een heel leuk autootje.